cocaïne te troepen is. Zeg maar, Lonneke. Het is Alan. Heb je dat pensioenplan gelezen? Ik zou 42 jaar moeten werken voor een hebbekret. Maar jij moet je toch geen zorgen maken over jouw pensioen? Het gaat maar om het principe. Ik werk maar elke dag de pluis, dus ik wil maar teubel hoort. Ik werk net zoals de arme mensen, 9-to-5. Oké? Okay? 9-to-5 minutes bedoel je? Ik zal eens maar een werkdag beginnen, Sim. Idee van even merchandise. K3 lingerie. Ah, nee, het is nog K2. K2 preparij. Ja, goed gedaan, Geertje. Voilà, we hebben ze vooral verdiend, ze. Ik zeg kapot. Mijn werkdagen zijn ook echt super zwaar. Meneer de pianist, wat liedje gaan wij oefenen? Spaghetti. Wat eten we vandaag? We eten spaghetti, bier, spaghetti. Oh, zalle lekker spaghetti met tomatensaus. En onze kaas, en laat ik protjes van die lazen. En dan reden we door de jungle met de jeep. Zie zo, mijn laatste werkdag zit erop. Ik ga met pensioen. Ik denk niet dat we volledig klaar zijn, manny. Dat zal ik wel bepalen. Of zal ik je anders ontslagen? Jij bent super vervangbaar immers, want dikke oude mannen vind je overal. Kijk, hier is er al één. Hey, hallo. Ja, lop. Hoi. Ik lees in het pensioenplan dat je minstens 10 jaar moet werken om het minimumpensioen te krijgen. Zou je dus niet beginnen werken, Pieter? Werken. Die zit dus elke keer in de lag als ik werken zeg. Zeg, wat denken jullie ervan als we zouden renteneren? Ik wist zelfs niet dat je rente kon krijgen op je nieren. Man, huis, doe mijn buin als. Renteneren wil zeggen dat je nooit meer moet werken en vooral dat je kunt chillen in dingen. Saint-Tropez. Voilà, wat dat zien looien. En denk je nou wat je mij pakt, want we komen niet meer terug, hè? Voilà, een beetje vitamine C van de sponsor. Victor, wat zeg ik nou juist? Dank u wel, Furcosol. Zeg, je komt, dat gaat een van deze mij pakt. Ja, die had dat zout als stem vol, dus dan moet je de keuze maken, de honger of ons mij. Ja, kom maar, Sal. Woehoe. Ik dat dat... Maar dat kun je toch niet menen, alle moeken weg te laten. Laat mij eens maar stikken, joh. Schandalig. Kom, snel weer hier. Mai. Eens aangekomen in Frankrijk, vliegen ze er meteen in. Oh, wacht, hè. Nou, maar interneren, hè. Ja. Oh. Zeg, Gert Verhulst, hoe lang duurt dat nog, dat rentenieren? Wat dat dan wat dood zijn, hè, palettenkap. Volgende keer in de Verhulstjes. Eigenlijk zwemmen wij echt toch in het helder, hè. Klopt. Lalalai, letterij. Gert krijgt zilletjes aan genoeg van Victor. Er valt geen klote mee aan te vangen, hè. Zeg, is er nog frukassel? Ik moet één ding op. Ons Marlaneke is nu dus echt gelijk een zwaan, hè. Maar ik heb al een oplossing gevonden. Oorstoppen? Nee, wel beter. Oké, op met je. Kom op. Ja, is links, hè. Ja. Links lopen, hè. Raar. De Verhulstjes! Zijn te troepen is.